Wat is up mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Dat is mijn telefoon. Anyways, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Shaquille Polak en welkom op mijn kanaal. Ik dacht van, ik maak er gebruik van. Er staat daar Sjaak, dus welkom op Sjaak. De vorige video die is super goed gegaan. Heel veel haatreacties. Dat kan ik ook wel een beetje begrijpen. Maar ook hele goede en leuke reacties, dus dankjewel daarvoor. Ik kom op dat onderwerp terug ergens in deze video, dus blijf kijken en dan komt het wel goed. Ik heb gevraagd op Instagram of jij een paar vraagjes voor mij hebt. En dat hebben massaal mensen gedaan. Best wel veel. En dat... that blows my mind. Ik dacht van, what the fuck? Waarom ineens nu zijn jullie actief? Maar jullie hebben super veel reacties achtergelaten om een leuke vraag in te sturen naar mij. En dat hebben jullie gedaan. Dat is nice. En by the way, volg me even op Instagram. Doe dat. @ShaquillePolak. Dus ja, volg me daarop. En als jij me nog niet volgt op andere social media. Ik heb Snapchat, Twitter en Instagram. Volg me dat allemaal. Anyways, wat vinden jullie eigenlijk van de kwaliteit? Vorige video, die is dus ook gefilmd met dit. Maar ik heb nu ook een nieuwe lens. En het is nu super wijd. Nice toch? Dus ik wou dat even melden. Het kan ook zijn dat ik ietsjes te dichtbij sta, want ik moet nog een beeldschermpje gaan kopen voor mijn camera. Want ik kan het beeldschermpje niet openklappen naar mij, dus ik zie nu niet wat ik film. Dus ik hoop dat ik goed scherp sta. Zo niet, dan heb ik pech. Anyways, we gaan naar de eerste vraag. De eerste vraag van... De eerste vraag van Dayo.ask is, ga je dik? Nee. Denzel Stijn met een meisjesprofiel, wat heel raar is, want ik heb niet zoveel meisjes, of ik ken niet veel meisjes die Denzel heten. En wat zou je hebben gedaan als je nooit met YouTube was begonnen? Ik denk dat ik gewoon zou werken, of op school. School eigenlijk niet, want ik ben niet zo'n schoolpersoon. Dus ik denk werk. Ik zou gewoon, denk ik, een fulltime job hebben en dan leuke dingen doen wat ik wou doen. Bijvoorbeeld onder andere presenteren. Nog steeds, iemand als je me nodig hebt. Ik kan dingen presenteren, dus ja. 010 Incoming zegt, hoe voelde je toen je voor het eerst ging... vinger en... Waarom? Wat voor vraag is dat? Bro, what the hell? Vraag aan je ouders of zo. C9 Kevin. Was die diss track om Ace te destroyen of was het als grap? Oké, luister. Ik ga het een klein beetje uitleggen hoe het is en waarom het zo is gebeurd. Let goed op. En moet ik het goed zeggen, zodat ik me niet zelf tegenspreek of whatever. Ja, even goed nadenken. Let me think. Ik ben nog steeds aan het nadenken hoor. Nou, ik zag dus een video van Nathan online komen op zijn kanaal. En het ging over wie is nou de slechtste YouTuber. Nou, ik vind dat al best wel een rare titel of... Ik weet niet wat ik zag erin. Maar ik ging die video kijken. Net als iedere andere iemand die naar een YouTube video kijkt. Dus ik ging de video kijken en ik hoorde alweer 100k. Help hem even naar de 100k. Nou, dat is een bash naar mij. Want dat ben ik. Dat is Shaquille. Want ik heb nog geen 100 abonnees. Of ik heb nog geen 100.000 abonnees. En Joey is getint. Dus ik denk dat het wel naar mij toe gericht was. En toen over dat slechtste YouTuber. Toen dacht ik van, oh oké. Want vroeger zei hij tegen mij, je keek naar me op. Dat heb ik ook dus in mijn diss track gezet. Je moet de video / diss track of whatever, hoe je het wilt noemen, met een klein beetje zout nemen. Of met een zoutkorrel. Want het is gewoon één voor content. Want ik kwam langs zulke Skype gesprekken. En dat was gewoon een beetje toegevoegde waarde aan de video, a.k.a. diss track, waardoor het een beetje soepel loopt, want dan snap je hoe het is gegaan, weet je wel. Maar zo te zien, hij vond het dus niet leuk, want ik heb met hem een DM gesproken. Hij vond het zwak dat ik had gedaan en heel veel mensen, dus heel veel kijkers, want ik heb heel veel reacties gekregen over dat ik dat deed, dat ik oude koeien uit de sloot haal. Bro, luister, het was algemeen bekend dat hij dat deed. Heel veel mensen wisten dat al. En als je dat niet wist, dan heb je een eye-opener op dit moment. Hij maakte een grapje naar mij toe en ik maakte een grapje naar hem toe. En het was meer van oude koeien uit de sloot halen. Niet echt, het was meer dan heb ik iets om op terug te vallen waar ik bijvoorbeeld op kan reageren op hem. Dat hij uit de squad is, dat is al heel lang. Dus ja, mijn oprechte excuses naar alle Nathan-kijkers en ook naar Nathan zelf als je dit zo... En hij heeft ook gezegd van, yo bro, je kanaal is dood. Je hoeft het niet zo te proberen om te reviven. Ik weet niet of je het ziet, maar ik heb geen geld gemaakt op die video omdat die copyrighted was. Want ik vond het gewoon wel leuk om te maken. Want nu ben ik eindelijk kwijt van dat footage. Want ik heb het dus één van deze dagen gevonden toen jij die video online had gezet. Ik zelf wist niet eens dat ik die had. Maar Ik weet niet of Nathan en ik nog cool zijn. Dat moet je EOK van hem gaan vragen. Of we zien het wel. Just content, bro. Imke vraagt, heb je wel eens met een kijker gehad? Nee, ik heb niet met een kijker gehad. Mijn eerste echte relatie, dus echt een vaste relatie die ik heel lang heb, is gewoon met Romanen. En Romanen is op dit moment 21 jaar. Dan zou je denken van, huh? Wow, what the fuck? Hoe komt het dat Romanen zo oud is? Ik ben 20. Heel veel mensen vergeten dat. En denken dat ik 18 of 17 of misschien zelfs 19 ben. Ik ben 20 jaar. Ik word binnen een maand. Yay! Word ik 21 en dan kan ik in het buitenland gaan drinken. Want dat doe ik hier nog lang niet. Joke. Maar nee, want heel veel kijkers van mij die zijn 16, 15, 14, misschien zelfs jonger. En ja, mijn liefde ligt nog steeds gewoon bij Romaan. Dus antwoord op je vraag, nee, ik heb nooit met een kijker gehad. Brian Schuermans vraagt, wanneer ga je een Q&A opnemen dan? Nu? Timai vraagt, hoe is het om YouTuber te zijn? That's it. En that's it voor vandaag, jongens. Dankjewel voor het kijken naar deze Q&A, a.k.a. video, hoe je het ook mag noemen. Het maakt niet uit, ik vind het allemaal leuk. Misschien is de titel een klein beetje clickbait, want het kan wel zijn dat ik de vorige video, dat ik duizenden likes had en duizenden views. En nu dat ik weer natuurlijk met mijn lelijke kopje voor de camera sta, dat het helemaal naar beneden gaat. Dus, like even deze video, deel hem even met al je vrienden op internet, maar dan Instagram, Twitter, I don't know. Laat even een leuke reactie achter wat ik de volgende keer moet doen qua video. Heel veel mensen die zeiden ook van, yo, Shaquille, je track was best wel dope, bro. Dankjewel. Ik vind het super leuk om nummers te maken, want ik heb ook een paar parodieën geschreven hier op mijn YouTube kanaal. En nog een true fact, mijn eerste video hier op YouTube was een parodie en dat heette Shaki woont in Almere Poort. Maar dat was het voor vandaag. Als je nog niet bent gesubscribed, druk dan even op het rode knopje en maak hem lekker grijs. Druk ook even op het belletje, want dan krijg je altijd een notificatie wanneer ik een YouTube video heb geüpload. Dat kwam er heel moeilijk uit. Ik weet niet waarom het zo. Jongens, ik spreek jullie en peace. Doei.